De laatste Zeeuwse première was die van de film Zeeuwse Ridders. Regisseuse Jacomien Kodder vertelt zelf waar de film over gaat. De film gaat over ringrijden. En ik laat het zien door de ogen van een aantal zeer betrokken rijders. En aanverwant, dus familieleden daarvan. En een gepassioneerde speaker. Dat zijn eigenlijk mijn hoofdpersonen. Ik vind het een leuke wereld waarin dat ringrijden zich afspeelt. Ik vind het een bijzondere wereld. Het is een wereld waar veel in gebeurt. Dus er worden winnaars gekozen, er zijn verliezers. Er zitten ook veel tradities bij. Dus het heeft gewoon veel elementen in zich die ik voor stuk wel interessant vind. En ik dacht altijd, dit leent zich heel erg goed voor een film. Zeeuwse Ridders is nog 10 keer te zien op Film by the Sea. Tijdens het festival lopen er altijd wel mensen rond in de CineCity. Bezoekers vertellen zelf wat ze komen doen. Ik ga 2 films bekijken. Doe rustig aan dus. Ik ga eerst kijken naar... helaas zei dat dingen. Die heb ik helaas gemist in het normale circuit. En als tweede film ga ik de Zeeuwse Ridders bekijken. Want je moet tenslotte iets weten van het Zeeuwse erfgoed en dergelijke. Ik ben gekomen voor de talkshow met Rebecca van Wittenen. Die heeft Margot Schotel bij zich. En Margot heeft een documentaire gemaakt over de Schelde. En dat wil ik wel eens zien. Ik pak iedere dag 3 films, vind ik wel best. Want mijn uithoudingsvermogen gaat niet verder dan 3 films. Gisteravond ben ik naar een film geweest, hoe heet die ook alweer? Water's Bone of zo. Dat was een hele deprimerende film. Daar ben ik helemaal treurig van eigenlijk. Ja, dus dan vergeet ik de titel. In het Festivaljournaal volgen we elke dag een lid van de film- en literatuurjury. Schrijver en cabaretier Kees van Kooten vertelt over de clichés in de filmwereld. In alle films komen clichés voor, zoals een man die niet gewoon wegloopt als hij een beetje wanhopig is, maar echt een lege straat en dan midden over de weg in plaats van over de stoep. Dat hebben we een paar keer gezien. In elke film komen omvallende bomen voor, hebben we een paar keer gezien. Na dat copuleren, moet ik netjes zeggen, wordt er nog steeds een sigaret opgestoken en doorgegeven, heb ik een paar keer gezien. Maar ik zeg niet in welke films. Dus mijn generale indruk is een fantastisch festival, een hele mooie, belangrijke winnaar. Tot zover dit PZC-journaal over Film by the Sea. Vrijdagavond wordt de awardsceremonie gehouden in het Delta Paviljoen. Daar worden onder andere prijzen in de film- en literatuurcompetitie, de PZC Award en de Lifetime Achievement Award uitgereikt. Kansmakers zijn onder andere Cell 211, The Tree, Winter's Bone en Submarino, die ook in de top 15 van de filmbarometer voorkomen. De lijst met beoordelingen van het publiek. Vrijdagavond is het tevens Movie Squad avond met de vertoning van de film The Kids Are Alright, de uitreiking van de award van de jongerenjury en aansluitend een feest. Tot de volgende keer! Thank you.